Gemiddelde snelheid. Een automobilist en een fietser gaan allebei naar Den Bosch. Van Tilburg naar Den Bosch. En de vraag is, waarom komt de auto nou eerder aan? Nou, de meesten zullen zeggen die heeft harder gereden. Maar dat klopt niet altijd, want soms gaat de fietser sneller als de auto voor een stoplicht staat. Wat wel altijd klopt, is als je zegt dat je een hogere gemiddelde snelheid hebt bij de automobilist. Dus hij rijdt harder en zachter, maar gemiddeld gezien rijdt hij harder. De gemiddelde snelheid reken je uit door de afstand te delen door de tijd. En de symbolen zijn van de velocity. V gemiddeld is S van strada, Latijn, voor de T. Delen door de T van tijd. Dus verwar niet die S, dat is niet de snelheid, maar de afstand. Nou, wat wordt de eenheid? Als je de meters deelt door de secondes, krijg je voor de snelheid meter per seconde. Maar je kunt uiteraard ook kilometer per uur uitkrijgen door de kilometers te delen door de uren. Hier zien we een atleet die rent de 100 meter in 10 seconden. Dan is de gemiddelde snelheid, de meters delen door de secondes, 10 meter per seconde. De schildpad die legt 12 meter af in 1 minuut, 60 seconden. Wat is dan zijn snelheid? Nou, we moeten de meters delen door de secondes, 12 door 60. 0,2 meter per seconde gaat die schildpad gemiddeld. Als je de afstand moet uitrekenen, is het niet zo lastig. De automobilist rijdt 90 km per uur, anderhalf uur lang. Dan legt hij 90 km af in 1 uur en 45 in dat half uur extra. Dus je komt uit op 135 km. Je kunt dat ook uitrekenen door de formule om te schrijven. Dan wordt het de afstand is de gemiddelde snelheid keer de tijd. En in symbolen S is V gem keer T. Als je dat invult, wordt het 90 keer 1,5 is 135 kilometer. Nu gaan drie mensen van Zeeland naar Groningen. Eén met de fiets, één met de scooter, één met de auto. De gemiddelde snelheid is aangegeven. Nu is de vraag, hoe lang doen ze over die afstand van 360 kilometer? Dan moet je de formule weer opschrijven en dan wordt het T is S gedeeld door V gemiddeld. Dan rekenen we het uit, drie keer. De fietser, nou, 360 kilometer, 20 kilometer per uur. Dan delen ze door elkaar en dan doet hij er 18 uur over. De scooterrijder, 360 kilometer afstand, 36 kilometer per uur is een gemiddelde snelheid. Kom je uit op 10 uur. En de automobilist die rijdt 60 km per uur. En hoe lang doet hij dan over 360 km? Je kunt ook een verhoudingstabel maken. 60 km voor 1 uur. Dus 360 km voor 6 uur. Of je gebruikt je formule zoals hier. Nou, hoe zit dat met die snelheid in meter per seconde en kilometer per uur? We zien hier een vrachtauto en die rijdt 12 meter per seconde. Zij legt 12 meter af in 1 seconde. Als we nou naar een uur gaan, dan moet je dus keer 3600 doen, want er zitten 3600 seconden in een uur. En dan is het 43.200 meter per uur. Als je hem deelt tot 1000, heb je 43,2 kilometer. Dus hij legt 43,2 kilometer af in 1 uur. En je kunt ook zeggen, zijn gemiddelde snelheid is 43,2 km per uur. Als je nou deze twee getallen vergelijkt, zie je dat deze groter is. En wat is er gebeurd? Je hebt keer 3600 gedaan, gedeeld door 1000. Dat is eigenlijk hetzelfde als deze, keer 3,6. Dan heb je die. Dus van meter per seconde naar kilometer per uur, keer 3,6. Omgekeerd mag je delen door 3,6. Hier zie je nog eens staan, de snelheid in kilometer per uur was groter. Dus dan moet je de meters per seconde keer 3,6 doen. Omgekeerd, de snelheid in meter per seconde was een kleiner getal. Je deelt de snelheid in kilometer per uur door 3,6. Nou, Usain Bolt op de 100 meter, wat is zijn gemiddelde snelheid? Hij rent de 100 meter in 9,58 seconden. Dan is dat een snelheid van 100 gedeeld door 9,58... 10,4 meter per seconde. Hoeveel kilometer per uur is dat? Dan doe je keer 3,6.
37,6 km per uur. Nou, de topsnelheid wordt ongeveer halverwege bereikt. Die zal rond de 45 km per uur liggen. Maar dit is zijn gemiddelde snelheid met starten erbij. Kijk je nou naar de 4x100 meter, dan zou je verwachten dat het langzamer gaat, omdat die 3 iets langzamer bij zich heeft. We gaan eens de gemiddelde snelheid uitrekenen op de estafette, 4x100 meter, van Jamaica. De afstand is 400 meter, de tijd stond op het bord, en de gemiddelde snelheid is de afstand gedeeld door de tijd. Dan krijgen we uit 10,86 meter per seconde, keer 3,6, 39 km per uur. En dat is hoger dan hij alleen. En waarom komt dat? Op het moment dat ze het stokje doorgeven, mogen ze al meer rennen en dan hebben ze een vliegende start, waardoor je natuurlijk tijd bespaart.